Brainport Development is de economische ontwikkelingsorganisatie van Brainport Regio. Hoe heeft de regio het economisch gedaan in 2013? Ja, het is best een lastige vraag, want het is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Want het heeft te maken met heel veel factoren, hè? Met werkgelegenheid, met export, met R&D. Maar als ik er door mijn oogharen naar kijk, ben ik voorzichtig positief. Ik denk dat we de weg uit de crisis inmiddels echt wel omhoog te pakken hebben. Als je het vergelijkt met 2012 hebben we het als regio economisch gezien voor slechter gedaan dan de rest van Nederland. Heel Nederland kromp in 2012. Wij krompen als regio economisch gezien nog harder. In 2013 is dat ongeveer gelijk gebleven met de rest van Nederland. Dus je zou kunnen zeggen, we hebben een inhaalslag gepleegd. Tegelijkertijd is het wel zo dat de regio in 2013 nog steeds economisch gezien gekrompen is met een kleine 1%. Dus dat is nog niet helemaal positief nieuws. Toch ben ik dat wel voorzichtig. En hoe komt dat nou? Enerzijds zie je dat het aantal banen in de regio stabiel is, maar vooral het aantal banen in de high-tech-industrie fors is gestegen. Je ziet dat vrij veel bedrijven inmiddels weer groeicijfers laten zien in termen van omzet, maar ook winst. En recent is ook Technisch Weekblad met cijfers gekomen waaruit blijkt dat de R&D-investeringen, dus de investeringen in research en development in bedrijven in deze regio, met ruim 8% is gestegen. Dus dat zijn positieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het natuurlijk nog steeds zo dat de werkloosheid op een hoog niveau is. Dat is zorgelijk, want dat raakt ook heel veel mensen hier in de regio. Dus ik hoop dat we in 2014 de weg omhoog ook op dat punt echt te pakken hebben.